In alle eerlijkheid denken wij dat de app zoals ze nu functioneert waardeloos is. Ik denk dat de collega's erop gewezen hebben wat de manco's zijn. En het voelt dubbel pijnlijk aan, omdat inderdaad bij het lanceren heel duidelijk het beeld is gewekt van u gaat heel precies wonen op de precieze plaats waar u woont of zich bevindt op de plaats waar u zich bevindt. Weten hoe de evolutie zelfs de volgende uren gaat zijn, dat doet de app niet. Dus laat ons eerlijk zijn, als die app niet veel beter wordt, heeft die app geen toegevoegde waarde. Ja, heel simpel, meneer de minister. Ik zou u gewoon willen vragen om die app offline te halen. Want op dit moment is die informatie compleet onbetrouwbaar en u zou hier verder op moeten werken. Want als u er effectief op inlogt, ziet u op straatniveau waar u de meting doet. Dus mensen hebben effectief het gevoel, ik sta nu op deze straat en dit is de kleur van de luchtkwaliteit die ik krijg en die komt niet overeen. Heel wat mensen houden dat in toog, kijken daarnaar als ze gaan joggen van hoe zit het met de luchtkwaliteit, zou ik het wel doen of niet? Als ze kinderen hebben met problemen aan de luchtwegen, zou ik wel buiten gaan en inspanningen doen of niet? Wat blijkt? Die app is totaal, maar totaal niet betrouwbaar. Ja, meneer de minister, met communicatie alleen gaan we er hier niet komen. Zoals ik al zei, is de app niet nauwkeurig en bij gevolg ook niet sensibiliserend voldoende zoals wij het willen en zoals ook werd gecommuniceerd op het moment dat de app werd gelanceerd. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.